Yo guys, Gletsch hier, we vandaag in een video en vandaag gaan we verder met Pokémon Red. De vorige keer hadden we Brock verslaan, dat is maar net goed afgelopen. Oké, eigenlijk waren alle Pokémons nog levend, maar dat maakt niet uit. De bedoeling is dat we nu naar de volgende stad gaan, dus dan gaan we ook gewoon naar de volgende stad. Dat is toch fucking logisch, gast, what the fuck? Daar is een trainer. Gast, what the fuck, hebben deze people in mijn keel ofzo? Hey, I met you in Viridian Forest. Ah, dat is dezelfde guy. Dat is een goede Caterpie. Maar onze honing kan deze aan. Pak hem honing. Ja, ik wil niet dat mijn honing wordt doodgemaakt door een fucking Caterpie. Kom aan, honing, pak hem. Ik weet dat je het kunt. Oeh, potions. Ja, honing. Ja, maar ik ben sowieso al trager. Wat heeft dat nut? Echt achterlijk. Pak hem. Ik zeg dat heel altijd. Pak hem, pak hem. Oh, precies hier een verkrachting of zo. What the fuck. Ja, nu tackle gaan doen, hè. Hier is Hurt by Potion. Bam, dood. Level up, dat heeft hij wel verdiend. Ja, dat vind ik toch ook. Goed gedaan, honing. Weedle. Ja, ik denk dat ik Henrik hiervoor ga gebruiken. Ja, kijk, ik ga geen risico's nemen. En dit is een klusje voor Henrik. Dus ja, kom. Oeh, dat deed echt niet al te veel eigenlijk. Henrik haalt wel. Hé, Henrik. Anders moet je niet meer binnen, zeg. Kom aan. Nee, dat slaat ook op niks, I know. Ik heb overlaatst heb ik mij bezig gehouden met doodmontages van Nuzzle. Ah, oh, Potion, gast, meen het. Deadmontages te kijken van Nuzlocke challenges en... Oké, dat is... Het wordt nog pittig. Oh, level 10. Oh, nieuwe move. Nog een Caterpie. Ja. Dat is voor Witolan. Kom maar terug, Henrik. Kom. Witolan. Oké. Dat moet wel een eitje zijn. Eerst een beetje growlen. Voilà. Een tackle. Ja, maar uw tackle gaat niks doen, man. Uw tackle gaat niks doen. Hier zit een tackle terug, joh. Maar, jongen, stop met je stringshot. De tweede aflevering noemt al stringshot en ze doen nog altijd de hele tijd stringshot. Oh my god. What the fuck. En dat zijn weer... Witolan is niet level up, hoe? You beat me again, ja tuurlijk, anders is de serie afgelopen. Ah, oh, juist, dat is waar, jongen. Item. Ah. Oh. Okay, ja, het is niet de bedoeling dat Henrik doodgaat onderweg. Dus ik ga even terug naar het Pokémon Center en dan ga ik wat Pokéballen halen. Oh, zeker. Antidotes. Oh, juist, ik mag jullie Pokémon vangen, dat was ik al helemaal vergeten. Maar ik ben nog niet op een route gekomen, dus... Allee, ik ben nog niet in het gras hier, aan. Oké, we zijn al gelijk bij het volle gevecht. You looked at me, didn't you? Dat is een meisje, waarom doe ik zo'n stem? Oké, wat heb jij in huis? Laat maar zien. Les wants to fight. Ja, dat had ik al door. Honing! Go for it! Push string! Ja, een zandattack, jongen. Echt zo'n bello aanval, hè. Oeh, dat deed eigenlijk niet zoveel. Ja, het failed, inderdaad. Oeh. Maar stop eens met je zandattack, jongen. Maar ja, kijk, nu raak ik niks, hè. Ik ga hem proberen potionen. Ik weet niet hoe lang dat honing dit kan volhouden. Een crit en het kan gedaan zijn. Dat bedoel ik. Oh, en hij is gepotioned. Ik ga een andere Pokémon pakken. Kom aan, Pidgey tegen Pidgey. En ik gooi Henrik in het gevecht. Maar, oh man. Ja, echt. Ja, hier krijgt Zandattack terug. Ja, het failed. Kom aan, Gust, dat kunnen we wel. Ja! Nice. Oeh, Henrik. Kom, dat was goed gedaan.
Ah, nog een Pidgey. Dat is wel voor de boss Weedle aan, vind ik. Kom, Henrik, dat is genoeg. Weedle. Ik ga Leafs eten. Voilà. Als hij weer de hele tijd zo zand had. Ja, dat bedoel ik dus. Als hij dat weer altijd op mij gaat spammen, hè, dan krijg ik heel de tijd wat levens terug. En dan gaat hij na een tijd gewoon dood zijn. Ah, jongen. Dat was PG. Nice. Level 13. Ik denk dat hij op level 16 evolueert als. Oh, Vineweb. Dan mocht hij wel een level vroeger leren. Want hij kon dat gebruiken in de gym. Maar hey, hij heeft het nu geleerd, dus. En er is geen Pokémon dood gegaan in de gym, dus op zich. Op zich gaan er nooit Pokémon dood, hè, maar ik snap wat ik bedoel. Potion use. Voilà, verhoning. Nu dan deze hier. Kom dan. Battles zijn het leukst. En het best om te trainen, natuurlijk. Dus echt wel een ding vol battle of zo, I don't know. Youngster, want to fight. Ratata. En die is nog een mooi hoog leveltje ook. Potion Sting. Tail Whip, ja, doe maar. Mijn honing heeft toch zo'n goede defense, dat kun je niet door, jongen. Ik pak terug wat ik heb gezegd. Ik pak terug wat ik heb gezegd. Dit is voor Vitolan. Ja, ik weet dat ik heel Vitolan gebruik, maar Vitolan is overpowered, snap je? Als ze Vitolan verliezen, dan weet ik echt meer wat we moeten doen. Maar oké. Ah, we kunnen Vineweb uittesten. Eén crit, hè, en het is echt gedaan met. Gooi er maar een tackle op, jong. Oké, deze moet jij raken. Oh, dankjewel. Dag Rattata. Ja. Crickle hit. Ja, dat dacht ik ook. Ekans. Ja, want die is niet zo vriendelijk voor Witoland, dus ik denk dat. Mijn Ekans ziet er al grappig uit, hè, Reds. En dat ik hier Henrik voor ga inzetten. En een zandattack op ga gooien, volassen. Gooit er nog maar een zandattack op. Rap. Voilà. Ik ga heel zijn accuracy verkrachten. Voilà, gooit er maar een gust op, jongen. Ik ben bang dat hij mij gaat one-shotten met al die leers die hij op mij heeft gegooid. Ja, dat bedoel ik dus. Oh, Krill. Wat was dat Krikteleit, ja. Buh. Hier, zeg. Gust op je kop, ja. Ja, dat mist, hè. Dat komt eigenlijk met mijn zandattack heel zijn accuracy verneuk. Ja, oké, maar nu, echt wel, nu hebben we echt wel genoeg reps gekregen. Nee. Dag Ekans. Hey. Oh. Volassen. Henrik level 11. Ja, ik heb hem gedefeat, dat is waar. I don't believe it. Ja, ik wel. Sorry, man. Oké, ik ben even naar het Pokémon Center gegaan en ik ben hier al even terug. En er is nog een Pokémon trainer. Ja, ik wou eigenlijk die omzeilen, maar dan kom ik haar tegen. Oké. Nog eentje. Kom met me. Les wants to fight. Dat is dezelfde of zo. Of die noemen allemaal les. Of met les bedoelen ze een bepaald. Ja, boeit het. Quick attack, jongen. Hey. Honing heeft geen goede verdediging. Kijk, als het nu een critical hit is, is het gedaan. Maar het is geen critical hit. En honing, je kunt echt sukken, man. Honing sukt echt. Maar dat kan ook zijn omdat hij een paar levels under is, snap je? Oké. Hij heeft echt een heel hoge attack, Rattata. Hoe schiet ik echt van eigenlijk? Kijk dan. Als je al schade doet tegen Witoland, Jesus, man. Dat rijmt. What the fuck. Ik ben echt zat. Nu! Wacht, als hij nu. Oh, wacht. Overleven. Oh! Oh, man. Ah, level 9. Ja, dat dacht ik ook. Niet door aan de manneke. Ja, man. Die is voor Henrik. Voilà. Kan Henrik misschien ook een beetje geleveld worden? Gust.
Eerste man. Oeh. Ik zal erop passen als ik hier was. Eerste, nog een gist. Not impressed. Not impressed. Voilà. Level 12. Nice. En quick attack. Oh, dat's nice. Echt heel nice. Ah. Goed zo, Henri. Kom. Oké. Ik kan even weer al terug naar Pokémon Center lopen. Dus ja, zie jullie zo terug ofzo. Oké, nu is de bedoeling dat we deze trainer hier kapot maken. Yo! Iowa Trainer, let's fight! Bam, 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 bam. Ik heb mijn fant... Ah, de dop is er al af. Dat was een fanta. Weedle. Oh ja, honing moet die kapot maken. Wat? Hoe kan Weedle sneller zijn als mij? Oké, volgens mij heeft honing echt gewoon aanleg om te sukken. Dat is echt niet normaal. Kom aan, honing. Gooi een potion sting terug. Ja, dan gaat ze heel weer over en twee rijden. Ik voel het. Maar honing doet precies toch wel meer damage. Wat ook wel logisch is, want honing is een evolutie hoger. Snap je? Jongen, gewoon één met je stringshot, zeg. Eerste, potion sting in uw gezicht. Eerste, en nu ga ik u eens afmaken. Volwassen honing, zo moeten. Heeft hij er vier? No. Kakuna tegen Kakuna. Die kan horen, die van mij kan dat niet. Dat is echt niet eerlijk. Ja, nu, maar nu. Oh. Wacht, we gaan een andere Pokémon pakken. Kom. Henrik, we gaan zijn een quick attack eens uittesten. Oh, maar dat ding kan alleen maar harden, wacht. Ja, maar ja, okay, ja, ik pak hem wel met Henrik. Ik had dan eigenlijk gewoon even dingen heel makkelijk kunnen trainen. Ja, kans gemist. Hier is gust. Oeh, quick to late. Goed zo, Henrik. Laat zien wat je kunt, dat moet echt veel damage doen. Ja, stringshot, maar ik doe quick attack, debiel. Allee, man. Hier, hè. Look at my day, oh, bitch. Ja, dan zeg je dood. Omdat je fucking dom bent. Ja. Het is tijd om honing nog wat te trainen. Goed aan, Rick. Oké, honing. Potion sting eens opgooien. En. Dat was geen quick to hit. Oké, honing. Honing heeft hij gewoon kapot gemaakt. Ah ja, dat is wel logisch, want hij kan alleen maar harden, maar hij heeft hem kapot gemaakt. Hè. Hey. Level 10. Dingen dat Honing ook eentje van de volgende of deze aflevering sowieso een beach roll gaat evolueren. Oh, Honing is aan het evolueren. Nu al. Honing is al geëvolueerd. Ah, yes, eindelijk. Nu kunnen we eindelijk iets aanvangen met honing. Ah, we hebben een Beedrill. We hebben gewoon een fucking Beedrill. Laten we die Beedrill gewoon maar eens uittesten. Hey, you're not doing shorts. Nee. Nee. Nou, doen dat. Nog een jongste, jongen. Sparrow. Ik ben benieuwd hoe honing dit gaat doen. Potion sting. Leer, oké. Ik heb al veel geleerd tijdens examens. Grappie, hè? Dat was grappie. Oh. Nee! Honing!
Hij was toch nog een beach girl geworden. Honing is niet lang meegegaan. Oh Christ. Ik had moeten... Ah man, ik dacht, ja, ik had met een nieuwe honing gezet. Ja, het is gedaan met honing. Freek honing, doe het! Ja, toen hadden we geen honing meer. Wat een dramatisch verlies, man. Ja, leer. Hier, ze. Fuck, man. Hoe fucking suk ik als honing al in de derde... Nee, de vierde. Aflevering is dood. Oh my god. Level 13, ja. Hey, ik ben echt niet te troon. Ja, los. Ja, hier. Ja, je hebt mijn Pokémon gedood. Dat betekent dat we onze Pokémon moeten inleveren bij het Pokémon Center. Oké, dit was dan honing. Honing was een waardige partner. We zijn helemaal niet ver gekomen deze aflevering. En dan moet het nu al doen zonder honing. En dat is kut, want ik heb training gestoken in honing. En die levels had ik dan kunnen steken in andere Pokémon. En ja, honing is echt wel een dramatisch verlies. Ik ben er niet goed van. Jezus. Oké, ja, dat ook weer niet. Honing was ook niet zo'n goede Pokémon, maar hey, honing gaf wel sfeer. Van, kom aan, honing! Ook al slacht of niks, snapte. Hier. En dan ga ik op het einde van de aflevering onze nieuwe teammember vangen. Vangen, wauw. You can fight my new Pokémon. Ja, die van mij is dood, joh. Laat zien wat je hebt. Nog een bugcatcher. Oké, ja. Quick attack. Wel. Dat was een quick tall hit. Horik is echt geweest. En dat was Caterpie. Oké, Metapod. Nope. Oké, Metapod. Ik vind het echt jammer, want ik wou Horik echt zo... Nee, als ik wou honing echt lang in mijn team, hè. Maar ja. Honing is dood. Deal with it. En op zich verkrachten in mijn team ook wel. Nee, dat mag ik niet zeggen, snapte. Nee, honing zal gemist worden. Ja. Ik ga ook ooit nog eens een compilatie maken met alle Pokémon die zijn dood gegaan. Dus ja. Oké, en dan gooi ik er nu een gusje op om het mooi af te maken. Hier, vang. Voilà. Level 14, hell yeah. Glad you defeated Bugcatcher. Yeah, done like dinner, okay. 110 Pokécoins for winning. Okay. En dan gaan wij kijken wie onze nieuwe teammember wordt. Een Sparrow. Hij werd nog niet vogels genoeg. Ja, ik ga hem gewoon vangen, snap je? En dan, als ze ooit een Pokéball verliezen, dan... Oh my god, Henrik, meent je dat? Henrik! Nee, Henrik is een fucking debiel. Je moest hem niet one-shotten. Oh my god. Ik, did you touch me? Ja, je stapt naar mij en dan zegt jij dat ik u heb aangeraakt. Ik ben echt triggerd. Honing gaat dood. En dan vindt Henrik het fucking nodig om dinges te one-shotten. Ik wou die Pokémon vangen. En wat ik wou nog wel zeggen. Wat ik nog wou zeggen. Als Henrik ooit zou doodgaan, dan kunnen we die Sparrow gebruiken om in ons team te zetten. Snapte? Maar hij is dood dus. En we mogen geen Pokémon meer vangen op deze route. Hier, fucking gus. Straks kan Henrik ook nog dood. Dat zou echt dramatisch zijn. Oké. Hier, fucking gus. Pound. Oké. Leuk. Ja, quick tell it. Oh nee. Ik wil Henrik niet verliezen. Ja, disable als ik kan slapen. Ben. Quick attack. Mooi gedaan, Henrik. Kom. Ja. Ja, dat is een... Geen level up!
Jesus, man. Ja, dat zit, joh. Dat zit. Oké, komt er nog een trainer of zo? Ah, hier moet ik in de cave waarschijnlijk. Oh, wacht. Ik kan wel zien welke Pokémon dat er mij eerst encountert in de cave. En dan kunnen we die toevoegen als een nieuw teammember. Hé, een opgeblazen TM12. Oké. Gaat ons nog een Pokémon ons encounteren of niet? Dat zijn trainertjes. Ah, zijn het alleen maar Zubats? Aha! Geen Zubat, alsjeblieft. Oh, het is een Zubat. Niet doden. Niet doden, Henrik. Dankjewel. Oké. Maar ik ga deze Zubat niet in mijn team steken. Ik ga deze Zubat, zeg maar. Snapte, als ooit een Pokémon, ik heb het al uitgelegd, als er ooit een Pokémon zou doodgaan van mijn team, ga ik zeggen, hey, ik heb nog een Zubat staan op mijn dingen, snapte? En dan ga ik die Zubat pakken en dan ja, is het happy end of zo. Pokéball. Voilà. Kerst blijft er eens in. Alright, Zubat was kut. Oké. Nieuwe Pokédex data will be added for Zubat. Ik kan gewoon Batman met een D schrijven. I don't know. Omdat ik eigenlijk in Zubat wou. Dus Zubat. Maar ja, kom. Hier ze. Hier hebben we een Batman. Wacht, nou, waar moet ik? Ah. Ik was de uitgang nu al kwijt, jezus. Maar deze aflevering ben ik echt al veel te lang aan het opnemen, dus daarom ga ik hem afsluiten. Dus vond je het weer leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Jammer genoeg is honing dood gegaan. Ja, dat is jammer. Maar het is niet dat honing zo'n goede Pokémon was. Als het Henrik of Vitoland zou dood gegaan zijn, dan zou ik het fijn van, oh shit, deze is niet goed. Maar ja, het blijft jammer natuurlijk, maar ja.